Ruim 2 jaar lang was viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong bezig met de aanpak van het coronavirus. 3 lockdowns en eenzelfde aantal openingen van de samenleving verder lijkt de crisis echt achter ons te liggen. Na vele corona-Q&A's op AT5 met de Jong blikken we aan de hand van fragmenten terug. Op een hectische periode die in Amsterdam begon op 28 februari 2020. Vandaag werd duidelijk dat er een Amsterdamse vrouw besmet is met het coronavirus. De eerste mevrouw die eigenlijk inwoonster is van Amsterdam, maar nu tijdelijk woonachtig is in Diemen. Daarbij zijn milde klachten ontstaan. Daarbij is er vervolgens een test afgenomen en die bleek positief vandaag. Nou, de laatste 2 maanden ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met corona-gerelateerde zaken. Toch wel leegschappen? Ja, een beetje leegschappen. Ja. Toiletpapier op. Heb ik niet naar gekeken. Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en ook nog steeds lid van het Outbreak Management Team. Welkom. Niet in de studio dit keer van AT5, maar we zitten hier op jouw werkplek, het ziekenhuis. En zoals altijd begon ik eigenlijk de uitzending, onze corona Q&A's, met de vraag: hoe is het in het ziekenhuis? En nu ook weer. Nou, het is natuurlijk een stuk rustiger in het ziekenhuis, hoewel er natuurlijk een hoop reguliere zorg nu is, een hoop inhaalzorg. Nog wel ook medewerkers, het ziekteverzuim onder medewerkers gewoon best hoog is door COVID, door griep. We de afgelopen weken ook een beetje bang waren en ook best wel veel grieppatiënten hebben opgenomen. Nou, dat lijkt toch inmiddels ook een beetje op zijn retour te zijn. Ja, en mensen zijn natuurlijk best vermoeid na 2 jaar COVID. Dat merk ik wel, ja. Ja, we keken net naar beelden, een fragment waarin u voor het eerst bij ons in de studio was. En daarin vertelde u over uw dag en u zei eigenlijk, ja, eigenlijk is alles tegenwoordig corona gerelateerd. Hoe is dat nu? Nou, dat is nu een heel erg anders. Ik heb eindelijk weer ruimte in mijn hoofd, ruimte in mijn agenda, de energie om ook aan hele andere belangrijke zaken te denken. Waaronder de grote afdeling waar ik het hoofd van ben. En die vlak voor COVID gefuseerd is tot die grote afdeling met grote ambities. En nu kunnen we eindelijk weer een blik op de toekomst werpen en die ambities gaan verwezenlijken. En hoe gaat het met uzelf? Met mezelf gaat het ook goed. Ja, ik heb, zoals ik zei, ik heb gewoon weer tijd en ruimte voor andere zaken. Ik ben met name met heel veel mensen aan het praten. Ook binnen de afdeling, ook buiten de afdeling. En dat doet enorm goed. Om überhaupt mensen weer te spreken. Ja, we gaan deze uitzending terugblikken op ruim 2 jaar corona. Ook straks een stukje vooruitblikken. Maar we laten eerst eens naar het begin gaan. Maart 2020. Wanneer hoorde u voor het eerst over corona? Nou, dat was voor maart 2020. In januari hoorde je natuurlijk al berichten uit China van een nieuw coronavirus. Eind januari hadden we al het eerste OMT hier in het ziekenhuis om daarover te praten. Van wat is de bedreiging daarvoor? Een week later ook een regionaal OMT met de GGD samen in Amsterdam. En even later ook begonnen dan de nationale OMT's. En aanvankelijk was het idee van nou, dit is een SARS-virus à la wat er in 2003 gebeurd is. En dat stampen we wel even de wereld uit. Want mensen die toen met SARS geïnfecteerd werden, die waren allemaal heel ziek. Dus die kon je makkelijk identificeren. En op die manier is in 2003 het gelukt om dat SARS-coronavirus eruit te gooien. En de omslag was eigenlijk toen duidelijk werd dat er onder de radar heel veel infecties, milde infecties waren. We kennen de verhalen in het carnaval in Brabant. Toen was eigenlijk duidelijk voor iedereen, ook voor mij, dat dit een moeilijke situatie zou gaan worden en het woord crisis zich openbaarde. Had u toen al voorspeld dat het zo erg zou worden als het geweest is? Nee, ook dat niet. Kijk, we zijn 2 jaar, dit is natuurlijk ongekend, hè, dat we 2 jaar in een dergelijke pandemie hebben gezeten. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. En daar kun je haast ook niet op voorbereiden. Hè. We hebben natuurlijk wel heel veel geleerd en moeten ons nu wel beter voorbereiden voor als dat toch nog een keer gebeurt. Ja, we gaan zo meteen ook nog even vooruitblikken en dan zullen we het daar ook over hebben. U haalde hem net ook al aan, uw rol in het OMT. U bent altijd al microbioloog geweest. Dat is best vaak een anonieme baan, maar opeens zat u in een organisatie die zoveel betekende in de crisisstructuur in Nederland. Wat deed dat met uzelf? Nou ja, ik heb al eerder in OMT's gezeten, maar dat waren dan 3 of 4 vergaderingen. Een Mexicaanse griep, ebola, dat was allemaal zo gebeurd. Op het moment dat er
In een dergelijke crisis dat je ook adviezen moet gaan geven die echt zo verstrekkend zijn, ja, dat geeft natuurlijk wel een enorme druk en enorme stress ook bij tijd en wijle. Ja, want op een gegeven moment adviseerde het OMT om echt de hele samenleving plat te leggen, zoals al overal in Europa op dat moment gebeurde. Kunt u die dag nog herinneren? Die kan ik me nog wel herinneren, ja. Dat was geen eenvoudige beslissing, hè. We hebben natuurlijk wel altijd zuiver vanuit het infectieziektebestrijding gedacht. Hè. Met alle kennis die er wel of niet was, zijn er besluiten genomen om zoveel mogelijk de zorg in stand te houden. Dat iedereen gewoon wel in het ziekenhuis terecht kan. Dat de kwetsbaren beschermd werden. Dus die besluiten waren altijd wel zuiver. En daardoor ook wel vanuit een professionaliteit. Maar ik ben natuurlijk ook een mens. En ik heb ook een gezin. En ik heb ook hoe vertelt u dat aan de keukentafel? Van papa heeft vandaag besloten samen met OMT om te zeggen alles moet dicht. Nou, zo is het niet gegaan. Want ook, ik heb natuurlijk wel best wel een beetje geheimhoudingsplicht. Ook jegens mijn gezin. Maar ja, uiteindelijk gingen die gesprekken wel daarover. En was natuurlijk alle begrip van mijn kinderen die er natuurlijk ook best onder lijden, al die maatregelen. Maar lastig is het wel. En ook voor ja, ik ben ook naast, was ook naast OMT-lid, ben ik ook gewoon een Nederlander. Die ook graag zijn vrijheid heeft en enzovoort. Hoe heeft u zelf dan die periode ervaren van dat er dus zo weinig mocht? Als moeilijk, ja. Nogmaals, ik ben ook een Nederlander, dus voor de hele samenleving was het moeilijk. Ook voor mij was dat moeilijk, maar wel noodzakelijk. Ja, het was wel een fase waarin er veel saamhorigheid was in de samenleving. Maar op een gegeven moment kwam er een kantelpunt in de crisis. Er waren veel demonstraties. Laten we daar even naar kijken, naar een fragment. Mondkapjes, mondkapjes, kom maar. Kom er maar even bij hoor, mondkapjes. Ik ben ook even langs de winkels gelopen in de Kalverstraat. En daar zie je dat iedereen nu mondkapjes draagt, personeel en klanten. De reden dat ik niet zo voor die mondkapjes ben, is enerzijds wat al gezegd werd, dat het effect beperkt, op zijn hoogst beperkt zal zijn. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat zeker als de overheid zegt van we moeten allemaal mondkapjes gaan dragen, dat mensen ook zullen denken van ja, nou dat is dan een mooie alternatief voor dat afstand houden. Die worden nu ook gegooid, de bakstenen. Ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier in dit land de mensen aan het vermoorden met vaccins. En daar vecht ik voor. Ja, we kijken net naar beelden van demonstraties op de Dam. De avondklokrellen ook die in deze periode waren. Ook bedreigingen aan uw adres en andere OMT-leden. Wat heeft u nou het meest geraakt in deze periode? Nou, in de voorgaande periode noem je de saamhorigheid in de samenleving. Die heeft me geraakt. Dat er toch één, dat we allemaal dezelfde blik opkeken van we moeten dit gaan oplossen. Wat me hier geraakt heeft is die omslag, de polarisatie. Die heel begrijpelijk was, is dat er veel meer onvrede was natuurlijk. Aanvankelijk was iedereen eigenlijk ook wel een beetje bang voor deze infectie. In de volgende periode, toen bleek dat er een beperkt deel van de bevolking echt een risico liep op een ernstige infectie, werd het gebrek aan vrijheid en de economische implicaties enzovoort natuurlijk ook bedreigend. En dat is allemaal heel begrijpelijk. Dat begrijp ik, maar het werd wel soms heel erg op de man gespeeld. En dat heb ik natuurlijk ook zelf meegemaakt. Ik heb zelf ook een lopende band haatmails gekregen. Met een concentratie naar ons optreden elke keer. En dat ging soms best wel ver. En dat heeft voor mij betekend dat tijdens die demonstraties op het Museumplein, daar woon ik in de buurt, ik bewust even binnenbleef. En dat is natuurlijk een bizarre situatie. En dat is nog mild in mijn geval vergeleken bij een aantal andere OMT-leden die zelfs op een gegeven moment beveiliging nodig hadden. Heeft u en dat heeft me wel geraakt, hoe ver dat gaat. Ja. Hadden jullie het ook in het OMT daar met elkaar over? Daar hebben we het ook wel over gehad en daar was ook wel ondersteuning voor. Want ja, niemand heeft dit ook meegemaakt, hè. We hebben er ook niet om gevraagd. Dus dit was een nieuwe ervaring, zullen we maar zeggen. Ja. In de video zagen we ook onder andere de discussie rondom de mondkapjesplicht.
U zei in onze uitzending, dat effect daarvan is wetenschappelijk eigenlijk niet heel. Burgemeester Femke Halsma van Amsterdam kondigde op een gegeven moment wel een lokale mondkapjesplicht aan. Hoe blikt u daarop terug? Ja, dat er uiteindelijk op een gegeven moment natuurlijk druk uit de samenleving komt. Daar kan je ook van tevoren niet rekening mee houden, want ja, iedereen maakt dat voor de eerste keer mee. Ook internationaal werden natuurlijk meer mondmaskers gebruikt. In die fase sta ik nog steeds achter wat ik net op dat beeld gezegd heb. Dat ik toch wel een risico zag dat mondmaskers een soort fout gevoel van veiligheid geven. En zeker in die fase toen mondmaskers over het algemeen gewoon van stof waren en moeilijk verkrijgbaar. En dat is natuurlijk ook wel een beetje veranderd. OMT bestaat voor een groot deel uit wetenschappers. En die geven het liefst hun advies uit wetenschappelijk bewijs. En ik denk dat krachtenveld tussen de onzekerheden, gebrek aan bewijs, de duidelijkheid aan de samenleving, soms wat aan spanning onderhevig is. Was de maatschappelijke druk dan veel te groot op dat moment om een goed wetenschappelijk advies te kunnen geven? Nou nee, kijk, het is ook zo dat het feit dat er geen hard wetenschappelijk bewijs is, betekent ook niet altijd dat iets niet werkt. Dat komt misschien omdat die studies, het onderzoek daarnaar gewoon lastig is. Ik denk achteraf sta ik er wel achter, met een toename van goede mondmaskers die je in de apotheek en de drogist kon verkopen. De awareness die zo'n mondmasker geeft. Ik bedoel, ik kon daar op een gegeven moment wel achter staan, maar tegelijkertijd was het zo dat als we dat, zelfs als er bewijs was, goed onderzoek wat er tegen pleit, dat het zelfs dan moeilijk was geweest om mondmaskers niet te gaan gebruiken. Zo gaat dat. Ja, we zagen in het filmpje natuurlijk dan ook het wantrouwen wat gevoed wordt in de samenleving, wat zich uit in avondklokrellen en in een demonstratie op de Dam meermaals. Denkt u dat zeg maar de onzekerheid rondom bijvoorbeeld mondmaskers daaraan bijgedragen heeft, dat mensen op een gegeven moment denken van ja, als de wetenschap het ook niet meer weet en vervolgens toch wel met een advies komt, ja, hoe serieus moeten we het eigenlijk nog allemaal nemen? Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja, kijk, ik denk dat niet de enige reden zal zijn dat er wat onrust komt. Dus dat is natuurlijk ook het uithoudingsvermogen van een samenleving die in lockdown zit. Ik denk dat de belangrijkste reden is dat van de museumpleinrellen en alle andere rellen die je net hebt laten zien. Vindt u dat in deze fase bijvoorbeeld ook het OMT veel te veel bij de politiek betrokken werd? Dat dus de discussie heel gevoerd werd, bijvoorbeeld tussen burgemeester Femke Halsema, die dan toch gaat pleiten voor een lokaal mondkapjesplicht. Nou, jullie met een advies komen en dat dan op een gegeven moment in de samenleving weer twee partijen, de wetenschap en politiek, met elkaar een discussie lijken te voeren. Terwijl je toch eigenlijk zou zeggen, doe dat binnen de kamers misschien. Nou ja, er zijn wel momenten geweest dat er dat er in Den Haag allerlei dingen voorgesteld werden die meer op besluiten leken. En dat het OMT daar nog wel even een plasje over moest doen. Dat is ook een van de redenen waarom we voorgesteld hebben om de dag van het OMT te wisselen van maandag na een katshuisoverleg tot vrijdag voor een katshuisoverleg. Dus ik denk dat er op een gegeven moment wel een soort vertroebeling ontstond, waarbij we binnen het OMT dat altijd heel zuiver hebben gehouden. Er is een adviesvraag van het kabinet en daar geven we een advies over. Maar soms was dat best lastig. Ja, u had hem net zelf ook alweer aan het OMT. Hoe kijkt u nou bijvoorbeeld de rol van de voorzitter? Want die is uiteindelijk ook de hoogste ambtenaar van het RIVM. Heel erg betrokken ook bij de besluitvorming, zat in het katshuis erbij. Nou zitten vervolgens ook jullie vergaderingen voor. Dat is best ongemakkelijk. Nou kijk, Van Dissel is een uitstekende voorzitter en ik twijfel geen enkel moment en heb geen enkel moment getwijfeld over zijn onafhankelijkheid in het leiden van het OMT en in het formuleren van adviezen. Voor de samenleving is het misschien wel lastig als je volgens de adviseur, Van Dissel, tijdens een persconferentie naast de twee ministers, de premier ziet staan en Hugo de Jonge.
waarbij zijn rol duidelijk was. Hij moest duiden waarom we dit allemaal moesten doen. Maar ik denk dat voor een groot publiek het dan toch lastig wordt om die rollen van elkaar te onderscheiden. Als een adviseur naast de besluitvormer staat. Dat is op een gegeven moment is dat ook anders gegaan. En ik denk ook beter. Want de minister moet ook prima in staat zijn natuurlijk om uit te leggen waarom de maatregelen worden genomen. Ja, laten we even stappen naar de laatste lockdown van afgelopen december. Eerst even de rol van Jaap van Dissel daarin. U zei net al van, nou ja, bij de volgende persconferenties was hij er niet meer. Inderdaad, aan het begin 2020 wel. Maar plots stond hij er toen weer. Hoe kijkt u daarnaar dat hij toch weer naar voren werd geschoven? Nou, ik vond het jammer en het verbaasde me een beetje. Dit was duidelijk natuurlijk ook een persconferentie waarin slecht nieuws gebracht werd. En als je slecht wil denken, dan denk je dan wordt Jaap van Dissel ingevlogen om even uit te leggen waarom dit slecht nieuws is. Maar en dan heb je tegelijkertijd weer die verstrengeling van. Heeft u dan het gevoel, ik hoorde in mijn omgeving wel eens mensen zeggen, ja, van Dissel werd gewoon een beetje voor de bus gegooid, want ze hadden geen zin in die derde lockdown. Laat hem het maar aankondigen. Nou ja, kijk, de aankondiging werd gedaan door de ministers. Alleen hij moest het net zoals de fasen daarvoor weer gaan toelichten. En ik denk dat dat niet nodig was geweest. Ik denk dat kwam, denkt u ook wel politiek goed uit dat hij er weer stond? Misschien wel, maar ja. Ja. Nog even over die laatste lockdown. Daarin heeft u samen met uw team hier in Amsterdam best een grote rol in gehad in het op tijd opsporen van Omicron en de verspreiding daarvan. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, weet je, we hebben het net ook even gehad over onzekerheden. Dat zeker in het begin van die pandemie er heel veel onzekerheden waren. Dat al die adviezen eigenlijk niet op harde data werden gebaseerd, omdat die er gewoon niet waren. We wisten weinig. Wij hebben begin vorig jaar samen met de GGD zijn we om de tafel gaan zitten van laten we nou sneller aan de bal zijn. Hè? Wat zijn de onzekerheden en wat kunnen we daaraan doen? Als er een versoepelende maatregel wordt genomen, als er een versoepeling in geïmplementeerd wordt, kunnen we dan kijken naar wat die versoepeling betekent. Zodat je eerder kan besluiten van nou ja, misschien was het geen goed idee. Hè? En zo kwam die nieuwe variant en toen stonden we dus eigenlijk al klaar van laten we nou eens kijken hoe snel zo'n variant verspreidt. Wanneer verspreidt die binnen de gemeenschap? Hoe ernstig is die in de Nederlandse situatie? Want alle gegevens werden eigenlijk, alle maatregelen werden eigenlijk altijd gebaseerd op gegevens uit andere landen. Nou, de uitgangssituatie in Nederland was niet zo jovel. We hadden hoge infectiecijfers, ziekenhuisopnames, er werden al maatregelen genomen en toen kwam die Omicron variant. En dan wil je eigenlijk weten heel snel of die maatregelen die toen al genomen werden, of die ook goed waren om de verspreiding van die Omicron variant te voorkomen. En zo niet, dan moet er misschien snel iets gebeuren. Dus zijn we dat gaan onderzoeken. Waardoor ook snel nieuwe maatregelen genomen konden worden. We waren het enige land in Europa en heel veel mensen zeggen daarvan, was het wel nodig geweest om zo vroeg dus in te grijpen? Hoe kijkt u daarnaar? Kijk, tot die tijd stonden wij in alle lijstjes qua ziekenhuisopnames, oversterfte, infectiecijfers aan de bovenkant. In de eerste maanden van dit jaar, met die hele Omicron-verspreiding, stonden we voor al die lijstjes meer aan de onderkant. De sterfte was het laagst, ziekenhuisopnames waren het laagst, IC-opnames waren het laagst. Het is natuurlijk lastig als je op tijd bent om dan te zeggen van, nou ja, was dat nodig of was dat niet nodig? Een criticus kan zeggen van ja, het was niet nodig, want er was eigenlijk niks aan de hand. Maar misschien was er niks aan de hand omdat we tijdig aan de bal geweest zijn en tijdig die maatregelen hebben genomen. U staat er nog steeds wel achter? Ik sta er nog steeds achter dat op in die periode echt nodig was. Met alle onzekerheden ook die er nog toen zeker nog waren. En het probleem is als je te laat bent, en dat hebben we heel veel gezien in de laatste 2 jaar, als je te laat bent met je maatregelen, dan moet je die maatregelen ook veel langer volhouden. Als je op tijd bent met bepaalde maatregelen, zoals voor die Omicron, dan kan je ook sneller die maatregelen weer afbouwen. En nog een laatste vraag over de laatste lockdown. In de persconferentie werden ook echt de Amsterdamse data aangehaald. De data dus van uw team en van u. Zorgt dat voor een extra druk? Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant juist niet, omdat je nu eindelijk eens maatregelen neemt op basis van harde data vanuit eigen land. En dat moeten we ook in de toekomst vooral nastreven.
Dat we gewoon snel aan de bal kunnen zijn als er iets nieuws gebeurt. Zodat we een goede indruk hebben wat er misschien wel of niet nodig is. Ja. Ja, en toen ging het land en de stad weer open. Laten we even kijken naar beelden. Heerlijk, heerlijk. Ik voel me helemaal vrij weer. Gewoon dat het leven weer kan beginnen. Het is gewoon helemaal top bezig. Het is heel leuk om weer gewoon met z'n allen hier te zijn en ja, samen doelpunten te kunnen vieren. Geweldig. Yesterday we went to the Rijksmuseum, which was amazing. Wat is het verschil met vorig jaar Pasen? Nou, ik dacht dat we vorig jaar dicht waren met de Pasen, maar ja, met de keren dat we wel open waren, is het nu echt veel drukker. Geweldig! Ja. Superleuk! Hele fijne sfeer! Ja, de stad is open, u zag het. Festivals, evenementen, het voetbal waar mensen weer massaal konden kijken. Geniet u daarvan? Enorm, ja. Ik vind het geweldig. En dat hebben we zo gemist. Ja. En wat heeft u zelf al zo al gedaan? Nou, ik heb geen hele wilde dingen gedaan nog, maar ik geniet gewoon van het feit dat ik overal kan gaan en staan waar ik wil. Dat ik een café in kan gaan, dat ik kaartjes kan regelen voor concerten. Dat soort zaken. Dat het land en de stad open is. En dat iedereen ook weer een stuk gelukkiger is natuurlijk. Ja, en toch wil ik ook een beetje vooruitblikken met u. Want is de crisis volgens u achter ons? Ik denk dat die grotendeels achter ons is. Maar dat we nog wel op onze hoede moeten blijven. Kijk, we hebben dit nog nooit meegemaakt. Wanneer zeggen we nou echt het is afgelopen en dit coronavirus is het vijfde snotneusvirus uit de coronavirusfamilie. Misschien is dat al zo, misschien zijn we heel hard op weg en is die Omicron, wordt die nog milder en wordt dat inderdaad dat seizoensgebonden snotneusvirus. Tegelijkertijd zie je nog wel wat opleving in de wereld, dus is er altijd de kans dat er toch een nieuwe variant ontstaat die weer makkelijker onder de afweer vandaan kan komen. En daar moeten we een goede, dat moeten we goed monitoren. Dat gaat allemaal achter de schermen, maar daar is wel aandacht voor nodig. Een beetje zoals we dat in Amsterdam gedaan hebben. Als het nodig is, dan moeten we klaarstaan om snel te kunnen weten wat een eventuele nieuwe variant betekent voor Nederland. Zodat je als het nodig is ook snel kunt reageren. En verder moeten we natuurlijk tijdig boosten. Hopelijk met een nieuw vaccin gericht tegen Omicron. Moeten we ook tijdig zoveel mogelijk griepvaccins geven aan de kwetsbare populatie. Zodat we ook klaarstaan als de R weer in de maand komt. Ook als COVID en griep gezamenlijk gaan circuleren. Ja, zijn uw gevoelsprieten dan nu positief of negatief over de toekomst? Positief, ja. Ja, en hoe kijkt u zelf nu terug op deze crisis? Wat is nou voor u een leerpunt geweest? Nou, er zijn heel veel leerpunten geweest. We hebben dit nog nooit meegemaakt. We kunnen ons beter voorbereiden. Op een volgende pandemie, voor de samenleving, maar ook met de samenleving. Er is in die crisis natuurlijk heel veel top-down vanuit publieke gezondheid en vanuit capaciteit van ziekenhuizen gedaan. En ik denk dat in de voorbereiding voor een volgende pandemie dat we eigenlijk als samenleving meer klaar moeten zijn. Dan is eigenlijk een OMT alleen beperkt, te beperkt? Alleen een OMT voor dit doel is te beperkt. Ik denk dat er gremia moeten komen die zich ook bezighouden met andere zaken die ook van belang zijn tijdens zo'n crisis, tijdens zo'n pandemie. Wat wel en niet kan, wat wel en niet, hoe groot het uithangsvermogen is, welke keuzes je moet maken. Ik denk dat we daar heel veel van geleerd hebben en van kunnen leren in de voorbereiding voor een eventuele volgende vergelijkbare crisis. En waar bent u het meest trots op? Nou, het meest trots is eigenlijk dicht bij huis. Die geweldige samenwerking met GGD Amsterdam, daar ben ik trots op. Mijn eigen afdeling die zich echt de pleuris heeft gewerkt de afgelopen 2 jaar. En nog dichter bij huis ben ik heel trots op mijn kinderen, die natuurlijk net als de gehele Nederlandse jeugd en jongeren enorm te lijden heeft gehad. En die deze pandemie gewoon goed doorstaan hebben. Vindt u dat uw kinderen en dan de jeugd ook te veel heeft moeten lijden onder deze crisis? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat moeten we in al die evaluaties die nu gebeuren, daar moeten we naar kijken. En dat raakt ook een beetje aan wat ik net zei. We moeten misschien andere keuzes maken. We moeten in ieder geval in de voorbereiding hier meer over denken wat wel en niet haalbaar is. Wat het betekent voor de gezondheid van de maatschappij en de gezondheid van de individuele mens binnen deze maatschappij.
ja, begin 2020 begonnen wij met deze corona Q&A's. Nou, vandaag geen kijkersvragen, maar vooral vragen van mij om terug te blikken op deze crisis. Elke maand bijna hebben we een uitzending gedaan. Dit houdt voor u ook op, voor mij ook. Maar wat gaat u nou doen? Ik ga gewoon, zoals ik helemaal in het begin zei, meer over tot de orde van de dag. En ik ga me bezighouden met hele belangrijke zaken hier binnen het ziekenhuis, binnen de regio. Het monitoren van deze transitietijd waarin we nu zitten, daar zal ik me mee bezighouden. En heb daar gelukkig nu ook de tijd voor en de energie. En privé? Gaat u nog leuke dingen doen? Ik ga zeilen, ik ga op vakantie, ik ga boeken lezen, ik ga allerlei dingen doen waar ik te weinig aan toegekomen ben in de afgelopen 2 jaar. Ja, dan wil ik u danken voor al uw tijd tijdens de corona Q&A's en deze slotuitzending. Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC. Graag gedaan.